Nieuwsgierigheid, dat is eigenlijk een grote drijfveer van me. Ergens in Hilversum is een koelkast volgens mij waarop dan staat, hey, dat contract verloopt. Toen was mijn marktwaarde dus hoog. Uurlang de diepte kunnen ingaan over een bepaald thema. Als je je eigen publiek hebt verzameld, dan maakt het niks meer uit. Er stond op een prullenbak, zat er een sticker met NOS is fake news. Dan mis je een gemeenschappelijke basis waar we ons nieuws vandaan halen. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk velden te bespelen. Nu denk ik weer te klein. Ja. Als ik ooit zoiets maak als de Defiant Ones, dan is mijn leven geslaagd. Van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op CVD-TV. En als je luistert naar onze podcast, van harte welkom bij mij te gast, Art Royakkers. Art, van harte welkom. Dankjewel, leuk om er te zijn. Collega ook, soms. Ik kom je wel eens tegen in pitches zelfs, als we moeten pitchen voor dagvoorzitterschappen. Hoe zou jij jouw vak omschrijven, als mensen die jou niet kennen en je zou zeggen, nou, dit doe ik. Wat is je vak dan? Ik denk dat mijn vak presentator, programmamaker in eerste instantie is. En daar hangt dan een heleboel achter. Ik ben ooit journalistiek opgeleid. Ja. Ik werk voor televisie. Nu werk ik als presentator bij RTL 4. Ik heb eigen productiehuis. Ik maak ook eigen programma's. En ik doe inderdaad dagvoorzitterschappen. En dat laatste, waarom doe je dat? Omdat ik vrij nieuwsgierig ben van nature. Dus dat is de reden waarom ik ooit journalistiek ben gaan studeren. Omdat dat is een manier om naar mensen toe te gaan, vragen te stellen. En vinden ze, als je dan zegt, ik ben journalist, vinden ze het nooit raar. Dat je vragen stelt. Ja. En vroeger dacht ik altijd dat nieuwsgierigheid dat een natuurlijke eigenschap is. Maar het blijkt dat heeft niet iedereen. En ik had het wel. Dus daarom journalistiek gaan studeren. En die nieuwsgierigheid, dat is eigenlijk een grote drijfveer van me. En bij dagvoorzitterschappen kom je in korte tijd in een wereld terecht die ik vaak niet ken, of waar ik weinig vanaf weet, dan kan ik me erin verdiepen met meestal de sleutelspelers spreken op een bepaald vlak. Ja. En dan daar steek ik zelf iets van op. En ik vind het, dat kan niet op mijn visitekaart staan, maar ik vind verbinding maken, dat hoort ook bij programma maken. Dus dat je verschillende mensen aan elkaar verbindt, daar beleef ik plezier aan. Ik vind het ook iets moois. Dus dat doe ik als dagvoorzitter ook met plezier. Je bekent vooral van het televisiewerk. Dat hangt er natuurlijk aan vast. Dat is best een populair iets. Er zijn veel mensen die dat willen. Bekend worden. En tegenwoordig heet het dan influencer of whatever. Maar in ieder geval dat bekend worden. Dat is iedereen, denk ik. Okay. Sommigen in een heel kleine kring. Ja. Als er nou mensen zitten te kijken, veel jonge ondernemers kijken hier ook naar. Als je nou zegt van, joh, ik wil die televisiewereld in. Hoe pak je dat dan aan? Heb jij dat bewust aangepakt? Kijk, ik ben natuurlijk alweer stok oud vergeleken met de mensen die het dan nu willen. Daarom dus vraag ik ben het aan jou. Maar ik ben dus ooit achter de schermen begonnen. Er was een programma toen dat heette Peking Express. Dat was een heel avontuurlijk programma waarbij mensen gingen reizen over de hele wereld. En ik zei, het maakt niet uit wat ik moet doen. Al moet ik de handdoeken wassen, ik wil mee. Dus ik zou meegaan als eindredacteur. En de presentator van dienst, die zei toen, ik ga het niet doen, want die had net een kind gekregen. Is het iets voor jou? En toen dacht ik, nee. En toen zei hij, dus dat is de les voor jonge mensen nu. Toen zei hij, als je nu nee zegt op deze kans, word je waarschijnlijk niet meer gevraagd. Als je ja zegt, wat is het ergste dat je kan gebeuren? Denk daarover na. Toen dacht ik, ja. Dat ik afga. Ja. Toen zei hij, nou ja, dat zijn mensen een paar jaar later ook alweer vergeten. Ja. Dus probeer het gewoon. En dat is eigenlijk misschien wel dat moment, een soort sleutelmoment. Ik dacht, ja, je kan beter soms ja zeggen en dan met de kans dat het mislukt, dan uit zelfbescherming iets niet proberen. Dus ook voor jonge mensen, stel dat je televisie ambities hebt, en zorg dat je aan de slag komt bij een regionale omroep of een Hilversum, achter de schermen. En laat vooral weten wat je ambities zijn, want er zijn er genoeg. Dus de enige manier om erachter te komen of het iets voor je is, is door kenbaar te maken dat je het wil. Daar begint het al mee. Maar jij schreeuwde niet meteen ja, dat je een soort drang voor fame and glory had om in het licht te staan. Nee, ik denk dat er een verschil is bij presentatoren. Je hebt zeg maar mensen die van kinds af aan in de picture wilden staan. Die bij wijze van spreken zo'n papiertje als je daar hebt liggen. Als ze die op de grond zien liggen, dan gaan ze erop staan omdat ze denken dat het een podium is. en je hebt mensen die, en ik denk dat jij ook in die categorie valt, mensen die een verhaal willen vertellen. Ja. Die verhalen willen horen, die verhalen willen doorgeven, die zelf dan daar iets moois van willen maken. Ja. En in die categorie val ik. En dat doe ik soms achter de schermen en soms doe ik het in beeld. Ja. Als we kijken naar de zakelijke kant, hè, want dat vond ik ook een van de redenen om eens interessant om een type zoals jou eens een keer uit te nodigen. Een type zoals mij. Een type zoals jou. Wie zit er nog meer in dit bakje en, bij jou? Ja, dan? Die lijst die wordt uitgebreid. Okay, ja. Nee, in de zin van dat je niet een ras ondernemer bent, zeg maar, als core business. Maar je bent wel zakelijk en ambitieus bezig. Want je zei net al eigen productiemaatschappij. Hoe heb jij het
zakelijk vorm? Hoe werkt dat, die contracten met de omroepen voor de mensen die niet thuis zijn in die wereld? Hoe heb je dat zakelijk ingeregeld? Nou, dat varieert per omroep. Dus nu ben ik bij RTL. Die hebben eigenlijk de exclusiviteit op mijn hoofd in zekere zin gekocht. Ik sta bij hen... Op jouw zijn? Ja, op mijn zijn. Nou, niet op mijn zijn, maar wel op mijn uiterlijke zijn. Dus ik sta tijdelijk bij hen onder contract. En de samenspraak bepalen dan welke programma's ik daar presenteer. Maar ben je dan in dienst? In dit geval, nu ben ik tijdelijk in dienst. Ja, soms, ik heb ook wel gewerkt als freelancer, dus dat ik ingehuurd werd. Maar nu bij RTL, ik kwam van de publieke, ging naar RTL toe. En dat ging gepaard met een contract, een tijdelijk contract. En daarnaast heb ik een eigen productiehuis. Ja. Waarmee ik televisieprogramma's of andere concepten maak. En dat is de ondernemerskant van mijn verhaal. En die verkoop je dan aan de omroepen? Bijvoorbeeld, Dus we hebben tijdens coronatijd heb ik een programma voor Omroep Max gemaakt. Ik heb documentaires voor Videoland gemaakt. Andere voor Avro Tros. Wel eens programma's gemaakt. We hebben documentaires gemaakt. Nu zijn we bezig met documentaire over de ASN-bank om een jubileumluister bij te zetten. Dus op die manier eigenlijk allerlei verschillende opdrachtgevers. Hey, en van die zo'n contract, hè, vinden mensen interessant en anders ik wel. Hoe werkt? Hebben ze dan een cao'tje of zo? Dan zeg je van, je komt op schaaltje 3 binnen. En als je goed je best doet volgend jaar één streetje over. Hoe werkt dat spel? Ja, daar heb ik dus iemand, dat heb ik uitbesteed. Ik ben daar heel slecht in. Maar het was zo dat ik bij de publieke omroep werkte en ik presenteerde daar Wie is de Mol. En presentatoren hebben bijna allemaal tijdelijke contracten. En er is ergens in Hilversum een koelkast volgens mij waarop dan staat, hey, dat contract verloopt. Dus als dat zover is, dan word je gebeld, tenminste als het een beetje mee zit, door de verschillende zenderbazen, die dan eens een keer een kop koffie met je willen drinken. En dan ga je, het is een beetje zo'n spel van verleiding, een spel van een beetje flirten. En op een gegeven moment, als het dan serieuzer wordt, en we zijn er, zeg maar, mano a mano zijn wij eruit, nou, de komende jaren willen wij samen gaan werken. Ja. Dan wordt dat weer uitbesteed aan de kant van de zender, aan mensen die over de contracten gaan, vaak de juridische afdeling. Ja. En in mijn geval heb ik daar een agent tussen gezet. En die gaan dan met elkaar aan de slag om er een zo mooi mogelijk contract van te maken. Een beetje voetbal weer. Eigenlijk wel, ja. Behalve dat ze betalen geen transferbedrag aan de oude omroep. Dat is het enige. Nee. Maar daar zit dus ook een enorme variatie in. Ja, en dat is ook afhankelijk van de resultaten die je boekt. Ja, en bedoel, je hebt zoiets als de sterren kunnen dalen of dalen en stijgen. Ja. En ja, wat is je marktwaarde op dit moment? Hoe zit jij nu, wat dat betreft? Carrière technisch? Dat weet ik, dat vind ik lastig te beantwoorden. Ik heb jarenlang dus Wie is de Mol gedaan, wat een heel groot programma is. Ja. En dat deed ik bij Avro Tros met heel veel plezier. Op een gegeven moment dacht ik heb dat nu 7 jaar gedaan. Ik kon heel goed op een knop drukken en dan kwam er een groen of een rood scherm. En mijn wenkbrauw begon in het frons vast te komen te staan. Dus ik dacht, het is goed om verder te gaan. Dat was met name het werk. Ja, dat was het werk. Toen dacht ik, dat is, je kan dan, om antwoord te geven op die marktwaarde, je kan makkelijk achter. Toen was mijn marktwaarde dus hoog. Dus een heel groot programma. Heel veel mensen hebben het erover. Ik denk dat ik nog nooit zo'n programma heb gepresenteerd of gemaakt met zoveel impact. Ja. Weet ik niet of dat snel weer gaat gebeuren. Impact qua kijkcijfers. Ja, maar ook dat mensen daar enorm mee bezig zijn met zo'n programma. Ja. Dus ik dacht, het is dan makkelijk om in een soort comfort bijna achterover te hangen en denken van, nou, nu ben ik er. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde voorkomen dat ik mezelf ging herhalen. Dus ben ik een nieuw pad ingeslagen. En er hoort ook bij dat je dus ups en downs hebt. En dat het nog wat meer zoeken ook is. Ik ben nog aan het zoeken van, oké, wat is dan nu met verschillende wegen aan het bewandelen. Dus ik vind het een moeilijkere vraag nu om te beantwoorden dan 3 jaar geleden. En hoe doe je die zoektocht? Hoe geef je dat vorm dan? Doe je het in je eentje? Nee, ook in samenspraak met RTL, maar ook dus ik probeer meer. Ik geloof bij televisie dat de kracht van verhalenvertellers weer belangrijker begint te worden. Ja. Dus dat het belangrijk is dat je en programma's kunt maken en kunt presenteren. Dus dat is een soort balans die ik zelf probeer te vinden. En in samenspraak met bijvoorbeeld mensen bij de zender gaat het dan over welke programma's presenteer je, welke programma's presenteer je niet. Mm. En voor mij is het, kijk, ik sta ergens, net als jij hebt het over het ondernemerschap versus het presenteren. Voor mijn gevoel sta ik met één been altijd in de wat lichtere kant van het leven. Ik ben in Brabant opgegroeid. Yeah. En aan de andere kant de meer inhoudelijke kant. Dus ik aan de ene kant vind ik het mooi om als programma, een programma als een taalquiz als Praat Nederlands met me te presenteren. Maar ik vind het ook mooi om een documentaire over de ASN-bank te maken. Ja. Yeah. En daar zit een wereld tussen. Die zijn beide ook wel nodig, denk ik. Als het alleen het ene is, kan ik me voorstellen dat het dun is. Ja, precies. Ja. Ik presenteer nu sinds een aantal weken bij BNR, het programma The Big Five. Een interviewprogramma waarbij we een uur lang de diepte kunnen ingaan over een bepaald thema. Ja, dat voelt,
Dat zijn nog maar weinig plekken waar het kan. Jij hebt CVD-TV, ik creëer het zelf. Ja, maar dat is toch kicken. Alleen weet je wat het punt is? Daar loop ik vaak mee. Nou, ik loop eigenlijk niet mee te stoeien, dan ben ik er wel klaar mee. Maar dat is dat. Maar dat is geen vraag dit, maar nu dat is mijn mening. Ja. Klassieke media of televisiemedia is dat kwaliteit zo aan kijkcijfers gekoppeld is. Hè? Ja. Ik bedoel, als heel veel kijkcijfers is goed, want zo werkt het systeem. En dan hebben we commercial blocks vol en dan zo werkt het. Ja. Dus als ik die wetten hanteer, zou 7D-TV geen bestaansrecht hebben. Behalve als je dus, en dat is in dit geval zo, als jij een doelgroep hebt gevonden. Ja. Of een niche vind ik altijd een stom woord, want het lijkt net alsof het heel klein is. Maar als je je eigen publiek hebt verzameld, dan maakt het niks meer uit. Ik bedoel, het beste voorbeeld is volgens mij een neefje van mij, die is heel erg fan van een influencer, Dylan Hagens. Ja. En ik was een keer bij een programma te gast en dat bleek Dylan ook te zijn. Dus ik nam mijn neefje mee daar naartoe, want hij wist niet wat hij meemaakte. En hij had de handtekening, een knuffel en een pet en weet ik wat gekregen. En toen liepen we er buiten en toen zei hij tegen mij, oma Art, weet je wat jij moet doen? Je moet vlogger worden. Dan word je echt beroemd. Toen dacht ik, ja, maar het is natuurlijk wel zo. Televisie bespeelt de hele brede massa. Ja. Maar als jij, net zoals jij hier doet, als je je eigen doelgroep hebt gevonden, dat is minstens, misschien wel veel... unieker eigenlijk. Ja, nou ja, en je hebt de grote vrijheid om inderdaad net zo lang te lullen als waar je zelf zin in hebt. En fuck mediawetten. Ja. En ik kan gewoon lekker doen en laten wat ik wil. Het businessmodel is even zoeken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk bij grote kijkcijfers. Bereik is king natuurlijk. Ik bedoel, als je veel bereik hebt, dan heb je adverteerders en dan verdien je geld. Ja, maar dat betekent dus ook dat je daarvoor wel compromissen moet sluiten die misschien dat jij hier minder hoeft te sluiten. Want het is waar dat bij televisie kijkcijfers en kwaliteit enigszins synoniem zijn. Het is natuurlijk niet helemaal zo, maar op veel plekken het wordt heel belangrijk gevonden. Om 7:30 is nog steeds elke ochtend een belangrijk moment voor veel televisiemakers. Ja. Want dan worden de kijkcijfers bekendgemaakt. Ja. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, is veel te doen nu in de wereld. Om maar even samen te vatten. Ja. En media heeft daar een enorme belangrijke rol in, volgens mij. Het feit dat het social dilemma op Netflix, het manipulatieve karakter van media, het polariserend effect misschien wel van media. Hoe zie jij media ontwikkelen en het belang van media zich ontwikkelen? Ik zie, als ik dan in Hilversum kijk, ik heb ooit gewerkt bij Nova, dat is de voorloper van Nieuwsuur, zeg maar in die NOS-hoek. Dan zit daar volgens mij een bastion van betrouwbare journalistiek die we met z'n allen moeten koesteren. Ik was laatst in een Zeeuws dorpje en daar stond op een prullenbak zat er een sticker met NOS is fake news. Ja. Dat was in het dorpje Oost-Soeburg. Toen dacht ik, ik ga eens opzoeken wanneer nou voor de laatste keer de NOS bericht heeft over Oost-Soeburg. Dat was 1,5 jaar daarvoor, toen een aantal kerstbomen de winkelstraat in de fik waren gestoken. Ja. Ja, dat kun je niet echt fake news noemen. Nou is misschien een wat flauwe vergelijking, want het ging niet over Oost-Soeburg natuurlijk, dat fake news, maar over hoe ze naar het instituut kijken. Maar als dat soort instituten aan status verliezen... Gebeurt, hè? Dat gebeurt aan alle kanten, dan... mis je een gemeenschappelijke basis waar we ons nieuws vandaan halen. En dat is volgens mij dat is wel iets waar ik me zorgen om maak. Want welk nieuws kun je dan nog geloven? Ga je daarmee iedereen zijn eigen waarheid laten creëren? En als dat gebeurt, kun je elkaar dan nog wel vinden? Ik heb het debat tussen de twee Amerikaanse presidentskandidaten niet uit kunnen kijken, omdat er zo geschreeuwd werd. Ja. Joe Biden versus Donald Trump. Maar wat je vooral ziet is twee werelden die elkaar helemaal niet meer ontmoeten. Die een complete parallele werkelijkheid hebben. Ja. Dus dat is wel iets, ik werk nu voor de commerciële omroep, maar ik denk dat we in Nederland de publieke omroep, dat we blij moeten zijn dat die er op deze manier bestaat. Dus dat er ook verschillende kleuren en stromingen zijn. Genoeg op aan te merken hoor. Maar dat betekent niet dat het nut van een publieke omroep echt heel groot is. Ja, ook in de toekomst? Dat denk ik wel. Als zijnde de norm. Vandaar komt de waarheid en de diversiteit vandaan om het van alle kanten te belichten. Dat hoop ik. Ik hoop, kijk, dat is natuurlijk, het is niet in graniet gebeiteld. Dus dat is ook iets waar de publieke omroep aan moet werken. Hmm. Maar ik denk dat als je, er wordt dan vaak bijvoorbeeld bij televisiegroepen, we moeten naar een BBC-model. Hè, want dat staat dan voor kwaliteit. Ja. A, is het veel duurder in Engeland. En B, ik vind alle verschillende kleuren en stromingen die we nu in de publieke omroep hebben. En het is misschien een vermolmd systeem. Maar het feit dat je kan bedenken, ik start een nieuwe omroep en ik ga 50.000 leden verzamelen. En dan lukt het misschien wel om daar binnen te komen. Ik vind dat in principe een groot goed. Ja, ja. Ja, niet, zie ik aan je. Nou ja, maar dat is een andere discussie. Ik vind dat media in principe niet gesubsidieerd moet worden door de overheid. Dus ik ben daar nogal fel op. Ik heb zoiets van, dan start je een YouTube-kanaal. En daar heb je de publieke... De kranten hebben ook geen... Dus het is geen overheidskrant, weet je wel. Dus ik kan wel voorstellen dat er een overheidskanaal is. Want weet je, onafhankelijkheid... Nee, de kranten zijn we dus niet onafhankelijk omdat ze allemaal in Vlaamse handen zijn. Ja, we zijn van de Belgen. Ja. Ja, maar de vraag is, bestaat onafhankelijkheid?
Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval dus dat je onafhankelijk misschien, als je dus, zoals bij de publieke omroep, een heleboel verschillende kleuren en stemmen aan het woord laat. Ja. Ik zie echt een verschil tussen een BNN-VARA-programma en het programma van Omroep Max, om er iets te noemen. Ja. Als je, dan waarborg je daarmee in zekere zin, in de balans, hopelijk een soort onafhankelijkheid. Ja, alleen het model staat wel onder druk. Ja, zeker. Maar dat komt omdat televisie onder druk staat natuurlijk. Ja. Ja. Voor mensen zoals jij, die hier gewoon een beetje via YouTube die publiek omhoog zitten te blazen. Te killen. Ja. Ja, en terecht. Het wordt tijd. Hoe oud ben jij nou? 44, sorry. Net 44, net gehoord, gefeliciteerd. Ja, je hebt ook een boek geschreven. Ja. Je hebt kinderen en zo, en allemaal family. Ja. Wat zijn jouw carrièreplannen voor de komende jaren? Ja, nou, dat ik ben dus meer aan het... Dat is eigenlijk door COVID gekomen, ben ik meer gaan... net als heel veel mensen, net als jij, op zoek gegaan naar... Oké, we liggen nu met z'n allen stil. Ik ben toch wat meer divers proberen te werken. Dus ik ben inderdaad een boek geschreven. Dat komt dit najaar uit, De Eeuw van Mijn Dochters. Op zoek gegaan naar antwoorden over deze eeuw. Dus met allemaal wetenschappers die ik ben gaan interviewen over concrete vragen. Dus bijvoorbeeld, moeten mijn dochters nog een rijbewijs halen? Met alle zelfrijdende auto's die er komen. Nemen robots de wereld over? Spreken ze nog Nederlands? Hoe oud worden ze eigenlijk? Dus ik heb een boek, ik doe de radio, ik doe televisie, ik maak programma's, de dagvoorzitterschappen. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk velden te bespelen. Omdat ik denk dat in de huidige mediawereld, waar jij ook actief in bent, kan je niet anders. Je kan niet meer. Je kan geen one-trick pony zijn. Nee. En dan helemaal denk ik in de klassieke tv-wereld waar je als presentator werkt. Dat is natuurlijk ook de ene dag bij de held en de andere dag. Heb je daar nog wel dromen? Heb je een soort van iets van, dat zou ik nog wel willen doen op tv? Ja, maar we hadden net het woord niche. Maar ik heb één droom. Dat is wel een niche hoor. Maar er is dat is ook meteen een aanrader. Op Netflix staat een documentaire, vierdelig. Die heet The Defiant Ones. Dat is een muziekdocumentaire. Maar nou denken er misschien mensen bij muziek niks van mij. Maar het is ook een documentaire over zakelijk succes. Dat zijn twee producers, Jimmy Iovine en Dr. Dre. Die beginnen samen het bedrijf Beats by Dr. Dre. Die koptelefoons verkopen ze voor een miljardenbedrag aan Apple. En dat wordt in vier delen verteld. En dat is op een manier gemaakt waar ik mijn vingers bij aflik. Dus als ik ooit zoiets zou kunnen maken, dus in die hoek van zeg maar de muziekdocumentaire. Ik ben een grote muziekliefhebber. Bruce Springsteen ook, hè? Een enorme Bruce Springsteen fan. Ja. Daar heb ik al een documentaire over gemaakt. Ja. Maar daar zou ik nog wel meer in willen doen. Ja, dan als ik ooit zoiets, dat is eigenlijk, als ik ooit zoiets maak als The Defiant Ones, dan is mijn leven geslaagd. En over wie dan? Ja, er zijn in Nederland is die markt natuurlijk een stuk kleiner. Ja, maar hoezo Nederland? Ja, dat is een goeie. Ja. Kijk, nu denk ik weer te klein. Ja, ik ben te klein. En Netflix wil content, dus ja. die hebben budgetten. Ja, dus, precies. Ja. Dus dat is wel een hoek waar ik me in probeer te begeven. Hmm. En heb je, laatste vraag, heb je ook erg spijt van uit het verleden? Van, of waar ben je daar niet van? Van de programma's die je gemaakt hebt? Of van programma's die ik doe? Ja, zeker. Ja, absoluut. Doe eens wat fuck up, zeg maar. Wat we ervan kunnen leren. Nou, bijvoorbeeld een programma dat ik heb gepresenteerd bij Avro Tros. Dat heette Operatie NL Fit. Ken jij niet meer? Dat is maar goed ook. Ik heb het net gemist. Dat was een programma. We spreken nu, denk ik, vijf, zes geleden. Dus het programma was een idee dat we met z'n allen worden in Nederland te zwaar. Dus we zouden een beweging op gang brengen. Dit was in Ierland een groot succes. We zouden vier mensen hebben die een soort teamleider zouden zijn. Zelf te zwaar. En dan kon je bij hen online aansluiten. Je kon hun trainingsprogramma, voedingsprogramma volgen. En dan zou er al een hele beweging tot stand komen. En dan kwam het op tv. Maar het moest dus al een hype zijn voordat het programma begon. Dat is een soort hybride vorm. En daar begonnen we aan dat programma bij aflevering 1. Nou, jij hebt er nooit van gehoord. Je kan buiten op straat dan 1000 mensen vragen. Daar heeft nooit iemand van gehoord. Die hype is nooit ontstaan. Maar wij moesten wel het programma gaan maken. En daar voelde ik me vrij ongelukkig in. Ja, daar doe je niet voor. Nee, in meerdere opzichten niet. Uiteindelijk werd het daardoor een programma waarin je mensen zag worstelen met hun gewicht. En die moesten ook op een weegschaal staan. Mm. En ging dan de jury naar kijken. Eigenlijk zoals je dat soort programma's kent. Het hele unieke aspect viel weg. Dus daar. En ik was er van tevoren al twijfel erover. Toch laten overhalen. Want ja, waar we het over hadden. Ik denk dan toch soms moet je ja zeggen in plaats van nee. Mm. Maar hier had ik nee op moeten zeggen. Art, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Succes hier. Ja, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek op CWD-TV. Wil je meer zien? Abonneer je op ons YouTube-kanaal of op ons podcastkanaal voor nu. Dankjewel. Hoi.